Nou, het is nu zaterdag 24 mei, geloof ik. 25 mei. En we liggen nog steeds op de sluis. We liggen hier denk ik nu al een dik uur. En zoals je ziet is het erg druk met vrachtverkeer. Net er weer twee uit en dan moeten er weer twee in. En dan horen we net dat er ook nog gevaarlijke stof aan boord is van Colorado. Dus ze laten ons nog even een ronde wachten. Dus al met al duurt het nu nog wel een uur. Hoe laat hebben we het nu opgekeerd? Nu 2:45. Het is dus nu 2:45 en volgens mij was het al dik 2 uur voordat we de sluis door waren. En het begin was een beetje een veranderlijk windje. Uit alle hoeken. We hebben bijna een rondje moeten doen. Bijna. Alle hoeken van IJsselmeer. Ze hebben alle hoekjes van het puntje van Belemmer het IJsselmeer hebben gezien. Maar nu hebben we 12 knopen. Dus nou kunnen we de zak er even de biet in zetten. Nou, dan hebben we wel een gedegen tegenstandertje daar. Dus dat is ook altijd leuk. En ik zou zeggen van doe niet best, maar wat zien jullie? Weet je? Hoi. Nou, terug van Enkhuizen naar Lemmer. Met een windwaarschuwing, windkracht 6. Zuidwest, dus we hebben hem op 20 knopen. Dus we hebben hem op de kont. Dus we servicen nu en dan een beetje op de golven. En gaat wel lekker. Of net? Ja, een beetje kutgoed zijn. Ja, eigenlijk ook wel. Nou, net zo vol om je zinnen. Dus ik vind er dus ook net zo vol meer van uit. Nou, houdt niks. Wat lekker. De hoogte van die golven kan je ook nooit laten zien met de camera. Nee. Maar hoe doe je dat dan? Gaan we wel oproepen. What are you doing?
Godverdamme. Ja. Ik zei godverdamme. Oh jongen, dat weet ik niet hoor.